Ik weet niet, ik vind het zo krom en ik kan er boos om worden, maar ja, fuck it, boeien. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag zondag en wij zijn echt mega laat opgestaan. We zijn lekker uitgeslapen en Milan is nu wel weer op zijn kantoortje aan het werk. En ik ga zometeen ook weer verder met editen. En vanmiddag gaan we grote boodschappen doen. Ons plan is om gewoon één keer in de week boodschappen te halen voor de hele week. Dat is echt gewoon ideaal. Dan hoef je die niet meer iedere dag weer opnieuw te verzinnen. Wat gaan we eten? Dus we gaan gewoon genoeg groente in huis halen. We hebben een diepvries. Dus we kunnen aardig het invriezen. En sowieso qua vlees en zo. Dat kun je allemaal toch invriezen. Dat is veel handiger. Dus dat. En we hebben ook we willen één keer per week vis gaan eten. Dus dat is ook wel fijn. Vandaag geen visite, vandaag gewoon lekker met z'n tweeën, gewoon lekker rustig aan, zoals de zondag hoort te zijn. En de televisie is dus aangesloten, dan moet je nou kijken wat ik aan het kijken ben. Yay, jeugdsentiment, alles. Superleuk. Nou, dat ga ik ondertussen kijken terwijl ik verder ga met editen. Weet je, deze droevige zondag, want het is een beetje droevig weer vandaag. Vandaag is dus een typische dag waarop ik heel graag kerstmuziek ga luisteren. Ik kom net echt tot de conclusie dat ik eigenlijk echt op één video samen met Milan opnemen naar een kut aan het doen ben. Het is echt een typische zondag en het is lang geleden geweest dat ik weer echt zo'n lekkere uitluierdag heb gehad. We moeten straks natuurlijk alleen over boodschappen doen voor de hele week. Dus dat is best wel even een dingetje, omdat we gewoon moeten kijken dat we echt zoveel mogelijk halen, zodat we niet meer echt naar de supermarkt hoeven. En goed, ik heb gisteren al wc-papier gehaald, want dat gaat ineens heel hard als je met z'n tweeën woont en je woonde voorheen in je eentje. Of ja, ik woonde niet echt in mijn eentje, maar ik had wel mijn badkamer alleen, die deelde ik namelijk niet. Ja, ik woon natuurlijk samen met Manny en Rick. Mijn zoon gaat trouwens ook heel goed. En er zitten twee jongens in mijn kamer die nu ook samen wonen in mijn oude kamer. Het ziet er echt compleet anders uit. Dat is wel heel erg grappig hoe je kunt zien hoe smaken echt per persoon helemaal verschillen. En trouwens, ik heb ook een nieuw boompje en hier ben ik super blij mee. Deze heb ik dus gisteren bij mijn moeder gehaald. Het is een bonsai boompje. En dan hebben we hier dus ook nog deze plant. En we hebben hier ook nog een nieuwe plant. En dat is deze. En de kast die, dat had ik gisteren al een beetje laten zien. Maar die moeten we dus nog echt een beetje meer gaan inrichten. Daar zijn we gisteren niet meer aan toegekomen. Dus dat zien we nog wel, omdat er dus gaten moeten worden geboord. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Juist die afscheiding van dat hout en dan dit soort mandjes. Mijn mama heeft al die mandjes al gevuld. Hierin zitten dus kaarsen. En ja, het is wel fijn als je gewoon veel opslagruimte hebt. Maar goed, de woonkamer is dus gewoon echt... Ja, dit is gewoon nog jammer. Want ja, de televisie hangt er wel, maar de bank moet nog vernieuwd worden. En het kleed moet nog andersom. En daar komt nog een nepkachel. En het wordt zo mooi. Het ziet er alleen nou nog echt niet uit. Het enige wat nog is veranderd is deze kast. Die heeft mama gisteren ook helemaal ingericht. En wat wel grappig is trouwens, deze heb ik 2 jaar terug heb ik deze voor Carlijn en Wesley gekregen toen ik op kamers ging wonen. En toen waren ze vorige week waren ze hier en toen namen ze weer 2 van die dingen mee. Dus nu heb ik echt 3 van die dingen. En hierboven staan mijn geursokjes van Rituals, dus een limited edition. En dat is wel heel lief, die heb ik voor Rituals gekregen. Die ruiken echt super lekker. Ik ben sowieso dol op Rituals. En dit is de hand van mijn moeder. Dus ja, dat is er een beetje aan de hand. Ik vind het wel erg donker hier, dus ik ga een beetje... de gordijnen wat open doen. Want ik hou niet van donker. Ik ben echt, ik hou gewoon echt niet van donker. Milan die zit echt oprecht gewoon in het donker. Die heeft gewoon echt zijn gordijnen de hele dag dicht. Terwijl ik echt de persoon ben van, geef me alsjeblieft licht. Moet je kijken, dit is toch veel beter. En ik wil kerstmuziek gaan draaien. En toen zei Milan, nee dat mag niet, het is fucking zomer. En ik denk, gast, je hebt je studio, ik mijn woonkamer. Laat me mijn fucking ding doen. Ik ben hier ondertussen het gordijn aan het mollen, dus ik ga heel veel voor het gordijn fixen. En dan ga ik nog heel veel vlog afkijken en dan gaan we daarna denk ik boodschappen doen. En daarna lekker eten. We hebben een visovenschaaltje, dus dat is wel heel erg lekker. Viscuisine. Ik laat het straks wel even zien. Die is echt een aanrader. Ik heb het wel eens eerder gezegd in mijn vlogs, maar die is echt zo lekker. Ik ben de oven aan het voorverwarmen. Dus nog heel veel kijken hoe die werkt, want ik heb dit natuurlijk nog niet eerder gedaan met deze oven. En wij gaan dus vis eten, wat ik straks al vertelde. En dat is dus deze vis. Dus zo'n bakje. Ik let er wel op, 1 zo'n bakje is echt voor 1 persoon. Anders heb je echt te weinig. En dat is dus deze. Die heb ik al eens eerder laten zien in de vlog. Maar dit is echt super lekker. En dit wordt dan een beetje kokant. En daar binnenin zit dan gewoon lekkere vis. Je moet wel echt van vis houden. Maar dit is echt zeker een aanrader. Lekker makkelijk, maar wel heel erg lekker. Dus wij gaan eerst wel even eten. En dan gaan we daarna boodschappen doen. Dat is altijd beter om aan te raden. Want als je met boodschappen gaat doen met een lege maag, ga je zoveel meer onzin kopen dan dat je eigenlijk nodig hebt. En aangezien we al grote boodschappen gaan doen, is dit gewoon wat handiger. Dus wij gaan eerst zelf lekker eten.
Even de oven voorverwarmen en dan lekker genieten van onze maaltijd. Zo, en het eten is klaar. En nou ziet het er dus zo uit. Als dat er niet lekker uitziet, weet ik het ook niet meer. Het ziet heel lekker uit. Heb jij wat anders drinken dan ik? We hebben allebei oranje. Ja, ik heb Cool Best, mango en jij hebt wortelsap. Oh. Snap je? Het lijkt op elkaar. Ja, maar ook weer niet. Het is toch weer een andere kleur oranje. Ja, leuk, eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, we hebben even boodschap gedaan, een hele kar vol. Ik heb er helemaal heet van. Want we gaan dus nu nog maar één keer per week boodschap halen voor de hele week. En ik hoop dat het een beetje is gelukt en dat we niet te veel dingen zijn vergeten. Maar goed, dat zullen we van de week zelf ondervinden. Dus nu gaan we op richting huis met vier tassen vol met boodschappen. En ik hoop dat we het een beetje kunnen tillen. Maar goed, we zullen het vanzelf meemaken. Boodschappen doen is altijd één. Maar het uitpakken hiervan is altijd nog een ander verhaal. We hebben vier tassen vol. Dus let's go. Ik zit dus lekker met een kopje mango thee achter de computer. Het was echt een beetje een chill dagje gewoon. Ja, ik heb het al een paar keer benoemd. Milan is aan het opnemen. En... ik heb enorm de neiging, sinds ik zeg maar met de Milanse camera heb gevlogd, dat ik eigenlijk heel graag een andere camera wil. Omdat ik ben nu dus aan het opzoeken en ik heb dus aan Monica gevraagd welke camera zij had. En zij heeft dus de Canon G7X. En die heeft Marsha ook en Manon van Manon Tilstra, die heeft die ook. En volgens mij heeft Jamie hem ook. En ja, het kriebelt zo erg om die camera aan te schaffen. Maar weet je wat het is? Ik kan hem wel betalen en ik zou hem nu kunnen bestellen. Daar heb ik hem overmorgen naar huis, geloof ik dan. Ja, want het is nu al 10 voor 12. Maar ja, ik moet ook nog een tv-meubel. Ik moet ook nog een salontafel. We willen nog een nieuwe bank. Weet je wel, dat zijn ook allemaal dure aankopen. En zo'n camera kost ook alweer gauw 600 euro. Waarom is alles zo duur? En ik wil alles ineens tegelijk. En dat gaat natuurlijk niet. En dat weet ik ook. En ja, ik heb ook een accountant. Dus ik ga mijn boekhouding niet meer zelf doen. Ik heb een accountant. En... die komt woensdag en dan krijg ik natuurlijk ook nog een factuur van binnen. Die duurt dan nog wel volgende maand. Ah, oh, misschien ook een volgende maand koop. Of dat ik hem mezelf cadeau geef als ik nou voor volgende maand, zeg maar nu, vanaf nu. Want ik ben afgelopen week ben ik trouwens 3 kilo afgevallen. Ik moet ook zeggen dat ik wel echt weer was aangekomen. Dus dan gaat het de eerste week gaat het altijd heel snel. Maar als ik nou zeg maar nu in 3 weken 4 kilo afval... dat ik dan een nieuwe camera bestel. Ik weet het niet, ik vind het zo lastig. Kijk, weet je, ik weet dat ik deze camera natuurlijk ook nog kan verkopen. En ik weet niet wat ik daarvoor zou kunnen krijgen. Wat die nu nog waard is en alles. Want ja, dat is ook weer minder, zeg maar. Dat ik dan weer minder moet betalen voor die andere camera. Maar ik mis gewoon echt het schermpje. Want ik krijg wel vaker reacties van Joey was helemaal niet scherp en dit en dat. En ja, I'm freaking sorry. Maar ik kan dat gewoon niet zien. Ik zie mezelf niet. En natuurlijk is de verleiding dan minder groot. Dat je naar jezelf gaat kijken en dit en dat. En ik weet dat deze camera is ook heel goed. En die was geloof ik ook gewoon 400-500 euro. En die heb ik nog niet eens zo heel erg lang. Maar het kriebelt gewoon. Ik wil gewoon goede kwaliteit, weet je wel. Ik twijfel heel erg. Misschien dat ik soms in over met Milan overleg. Misschien dat hij me kan overhalen wat ik wel of niet moet doen. Dus weet je, ik heb wel een eigen bedrijf. En het is ook wel handig om te investeren natuurlijk in je eigen bedrijf. Dus misschien dat hij er een goed advies op weet. Ah, lastig. Milan is nog hard aan het werk. Maar ik ga zo slapen. Kijk, zit hier met z'n 3 beeldschermen. Gewoon. Ik kreeg te snel mijn Skype weg. Zag je mijn Skype? Want ik wil niet dat je me toevoegt, joh. Nee, dat kun je niet zien, man. Er is echt niks te lezen op deze afstand. Kijk. Oh, gelukkig. En zou je me de hele tijd bellen vanaf daar? Stiekem doe ik dat al. Ja, ik zit er al verder aan die stoel zitten. Kim hier. Tijdens het werk? Ja, dat is 0%, jongen. Terwijl je voor dit soort blikjes, als je geen 18 bent, krijg je ze gewoon niet mee. Klopt. Terwijl, het is 0%, maar je krijgt het gewoon niet mee. Dat is echt raar, achterlijk, raar. Raar. Raar, achterlijk. Ander ding, hè? Ja. Als ik met mijn moeder had ik het erover. Oh, god. Nee, serieus. Ik had dat spul met mijn moeder gekocht. Toen ik hier net woonde. Mijn moeder die was dingen aan het inpakken. En ik stond achter die kassa. Ik moest betalen, zeg maar. En ja, mijn moeder liet mij betalen. Nee, grapje. Dus ik stond daar voor dat kassameisje. En dat kassameisje, dat zei van... mag ik je ID zien? Voor deze, was dat toen. Uh-huh. Dus ik dacht van...
Oké, daar staat mijn moeder, maar oké, is goed, ik laat mijn idee zien. Dus ik laat mijn idee zien. En daarna dacht ik van, waarom krijgen kinderen die met hun moeder zijn, kinderen van 10, 11, 12, 13, 14, wel dat mee zonder een idee te laten zien met hun moeder, maar ik niet? Ik heb bij een supermarkt gewerkt, 3 jaar lang heb ik bij een supermarkt gewerkt. En officieel gezien is het zo dat je zelfs, zodra je met je ouders alcohol gaat halen, dat je zelfs die kinderen om idee moet vragen. En als ze dat niet willen geven, dan mag je zelfs die ouders het niet meegeven. Maar ja, het is zo lastig. Ben je met je moeder boodschappen aan het doen? Voor hetzelfde geld koopt ze het niet eens voor jou. Dus dat is gewoon zo'n lastig dilemma. En ik weet dat ik zelf ook een controle heb gehad. En dat ik er toen goed ben uitgekomen. Dus props for me. Maar die boete daarvan loopt echt in de duizenden euro's op. Dus dan wil je echt als supermarkt man niet. Maar weet je hoe je dat noemt, zoiets? Nou? Een maas in de wet. Geen idee. Weet je wat dat betekent? Nee. Dat een maas in de wet is eigenlijk, zeg maar, er is een wet voor gemaakt, maar die valt zo makkelijk te omzeilen eigenlijk. En eigenlijk is er ook geen strikte regeling voor, want wat ik zeg, kijk maar eens rond. Als je met je moeder gaat en je bent 14, 13 of zo, ze gaan echt niet om je idee vragen, want je bent met je moeder. En die moeder is toch verantwoordelijke? Maar als ik dan loop als 20-jarige mijn moeder, dan moet... 20? Ja, 20-jarige bedoel ik. Oh zo, ik wou net zeggen, je bent al 23. Ja, nee, dat bedoel ik. Maar, en dan gaan ze wel vragen. Ik weet niet, ik vind het zo krom en ik kan er boos om worden, maar ja, fuck it, boeien. Mibam is zelfs al bijna 24. Oh ja. 13 september? Nee, nog maar ja, anderhalve maand of zo. Gelukkig vieren. Ja, we vieren het wel. Als je het niet viert, dan we word je vieren niet het oud. Wel, kneus. We vieren straks binnenkort 15 augustus gaan wij een feestje vieren. En dan vieren we mijn verjaardag en die van Milan en onze housewarming in één. We moeten er een officiële uitnodiging voor hebben. Dus ben je een bekende van ons en heb je nog geen uitnodiging gehad, die komen er dus nog aan. Maar de meeste hebben mond op mond al uitgenodigd, maar we moeten nog even een officiële uitnodiging hebben. Heb je iedereen gebackt voor een uitnodiging? Iedereen gebackt voor een uitnodiging. Goed, ik ga lekker slapen, ik ga douchen en dan ga ik naar bed. En Milan gaat nog lekker aan het werk. En zo zijn de rollen goed verdeeld. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Hij kan niet meer dicht. En dan nog een leuk feitje. Hier moet ik zitten. Ik weet niet hoe. En ik weet niet hoe we dit gaan doen.